ben ik heel dapper begonnen met filmen. Maar ja, er was gewoon verder helemaal niks te doen eigenlijk. En het heeft de halve dag heel hard geregend. En dan, ja, dan kan ik gewoon mijn telefoon niet uit mijn jaszak halen. Het is woensdag. De week is weer doormidden. Gisteravond echt ontzettend herfstweer. Echt stormen, regen. Verschrikkelijk. Ik was heel blij dat ik nergens heen hoefde. Vandaag was het vanochtend in ieder geval heel erg mooi weer. Ik ben al naar de fysio gegaan. Ik heb even lekker in het zonnetje nog kunnen fietsen door Groningen. En vanmiddag moet ik aan het werk. Dus ik ga nu even wat eten. En ik ga proberen weer wat leuks te filmen. Vandaag is het weer een schooldag en dat betekent dat ik dus tot 6 uur vanavond les heb. En dat is altijd heel erg vervelend, want dan is het echt heel donker als je nog op school zit. Ik moet zo weg. Ik heb even op buienradar gekeken. Buienradar zegt dat het niet gaat regenen, maar volgens mij heeft buienradar nog niet naar buiten gekeken. Want het is heel donker en er rijden een heleboel donkergrijze wolken langs op dit moment. Dus ik weet het niet hoor. Ik moet weg, ik wil niet nat geregend worden. Doei, Puk. Puk vertrouwt het ook niet, denk ik. Nee, zie? Ze rennen gewoon direct weg. But it's not that I wanted to say goodbye, it's just